In Dommeland Live gaan we het hebben over voedselverspilling. We gaan het hebben over buurtbemiddeling. Wat is het nu exact? Prins Pirden Twidde die komt langs om te praten over zijn carnavalservaringen. En Roel en Emiel, zij zitten nog steeds in de Valentijnsfeer. En we krijgen een optreden van niemand minder dan zangeres Inch. Het is dinsdag 16 februari. Welkom bij een nieuwe aflevering van Dommeland Live. Ja, het blijft natuurlijk live televisie, dus her en der hebben we af en toe even een foutje of een technisch probleempje. Vandaar dat we iets later zijn begonnen. Maar we zijn er, we gaan beginnen. Het NRC, het dagblad NRC, schreef vorig jaar al dat 225.000 mensen in Nederland honger lijden. En dat zou betekenen, heel simpelweg, in Boksel rond de 400 mensen. Combinatie 95 wil hier iets aan doen. Bij mij op de bank Stefan de Nijs van Combinatie 95. Welkom. En Stefan de Vries, directeur van de Amalia School hier in Boksel. Stefan de Nijs, om bij jou te beginnen. 400 mensen hier in Boksel, die niet dagelijks of dagelijks niet behoorlijk te eten hebben. Ja. Is dat daadwerkelijk het geval? Nou, het is omgerekend vanaf die 225.000. Ja. Als je dan gewoon kijkt naar het aantal mensen wat in Boksel woont, kom je ongeveer op dat getal uit. Ja. Maar ook als je kijkt wat, hoeveel mensen er gebruik maken van de voedselbank in Boksel, dat zijn ongeveer 200 gezinnen. Dat is dan wel van Boksel en Haren samen. Maar dan kom je wel ongeveer op dat aantal uit. Dus het ligt wel, het klopt wel vrij aardig, dat getal. Ja, melden deze mensen zichzelf eigenlijk? Of hoe gaat het in zijn werk? Nou ja, honger lijden, dat is natuurlijk, wat verstaan ze eronder volgens NRC, is dat als je niet een dag volwaardig gegeten hebt. Hè. Dus je kunt wel misschien wel je buik vol hebben met rijst, maar dan heb je niet een volwaardige maaltijd gehad. Dus dat noemen zij dan honger. Dus het hoeft niet per se te zijn dat mensen zich dat als honger ervaren. Mm-hmm. Maar dan hebben ze dus niet volwaardig gegeten. Mm-hmm. Maar ik bedoel, wat ik net vroeg, hoe melden deze mensen, of hoe komen jullie bij deze mensen terecht? Melden deze mensen zich bij een punt? Of? Nou, de actie die wij gedaan hebben is eigenlijk om het bij restaurants, scholen en supermarkten aan te kaarten, om daar proberen voedselverspilling terug te dringen. Ja. En niet zozeer direct bij de particulier, omdat dat nogal omslachtig is natuurlijk om die inderdaad te bereiken. Ja. En daar zijn andere organisaties voor, zoals de Voedselbank en Vincentius. Ja, dus oftewel de mensen die echt een voedseltekort hebben, of oftewel niet dagelijks een voorwaardige maaltijd hebben, die melden zich vaak zelf bij een voedselbank. Ja. Jullie zitten hier echt voor de aangaande voedselverspilling. Ja. Welk voedsel wordt nu het meeste verspild? Nou, dat zou ik zo niet kunnen zeggen, maar ik denk toch dat het meeste groenten en fruit zal zijn. Want kijk, verpakte producten, natuurlijk blik en zo, dat blijft natuurlijk allemaal heel lang goed. Ja. Maar je ziet toch vaak, mensen hoeven hun eigen koelkast maar na te gaan wat er dan in de groentela ligt. Dat, als je het een paar dagen vergeet, dan kan het weg. Hè? Ja. Dus ik denk dat wel dat de hoofdmoot zal zijn. Ja, en hoe komt het, denk je, dat mensen zoveel voedsel verspillen eigenlijk? Want ik ben echt opgegroeid zelf met van, je moet alles gebruiken. Nou, ik heb nog dit staan. Hoe kan ik creatief daar toch nog een maaltijd van maken? Ja, enerzijds natuurlijk, als ik kijk naar mijn moeder vroeger thuis, die schept altijd flink op. En dan, als je dan je bordje niet leeg kreeg, dan zei ze van, in Afrika zouden de kindertjes er blij mee zijn. Ja. Hè? En dan zei je wel standaard antwoord, van stuur het maar op. Maar ja, dat is natuurlijk niet echt een oplossing. Ja. Maar kleinere porties, afgepaste porties, dat is natuurlijk wel een oplossing. En ook gerichter inkopen. Dus heel veel mensen die laaien de kar vol zonder echt te kijken van wat heb ik nou de komende dagen echt nodig. Ja, ja, want is het denk jij iets van deze generatie of zouden ouderen ook voedsel verspillen? Ja, we zitten natuurlijk, veel mensen zitten natuurlijk wel in die luxe positie dat kan, maar ik denk de oudere generatie dat toch wel meer op let. Ook wel met restjes verwerken en zo. En ook kliekjes daar of dingen die over zijn toch nog gebruiken. Mm-hmm. Ja. En jullie met jullie combinatie willen er iets aan gaan doen? Ja. Vertel. Nou ja, dus onder andere door dat artikel van in NRC. Dat had ons al aan het denken gezet. Maar er zijn nog meer dingen. Want er was bijvoorbeeld ook een rapport van de FAO. Dat is de Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties, die hadden berekend dat er
33% van al het geproduceerde voedsel dat wordt weggegooid. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, 33% wordt zomaar achterloos weggekwakt. Nou ja, je kunt je voorstellen als je dat niet meer doet en het eerlijker verdeelt, dan hoeft er helemaal niemand meer honger te lijden. Ja. En daarbovenop kwam een aantal maanden geleden is er in Frankrijk een wet aangenomen, unaniem, tegen voedselverspilling. Nou, en daar zijn een aantal eigenlijk verplichtingen opgelegd aan supermarkten, aan scholen, aan restaurants. En die dingen willen we eigenlijk vrijwillig gaan afspreken met die deelnemers. Mm-hmm. Nou, je hebt het nu over restaurants, maar hoe kunnen de mensen thuis hun bijdrage eigenlijk leveren? Ja, wij zijn nu in eerste instantie echt gericht op die restaurants, scholen en om bewustwording te creëren. Mm-hmm. En dan eventueel een vervolgstap inderdaad met de mensen thuis. Mm-hmm. Er gebeuren al heel veel dingen. Bijvoorbeeld, ik heb ook contact gehad met het voedingscentrum. En die hebben wat ze dan noemen een eetmaatje. Dat is echt een maatschepje. Daar kun je afgepast porties mee bereiden. Dan hoef je minder weg te gooien of je hoeft niks te weg te gooien. En ze hebben een sticker. Die kun je op je koelkast plakken, hoe je dan je groente en je fruit het beste kunt bewaren, zodat je zo min mogelijk hoeft weg te gooien. Okay. Nou, volgende week maandag hebben wij een gezamenlijke afspraak ondertekend met alle deelnemers. En dan hebben we al 50 van die exemplaren die we mogen uitdelen. En we gaan kijken of we er eventueel nog een vervolgactie aan kunnen geven. En zijn er, jullie hebben een aantal organisaties benaderd. Zijn er nou ook of partijen, organisaties die niet mee willen werken? Ja, bijvoorbeeld sommige restaurants die zeggen wij doen alleen maar bezorgen. Ja, dan heeft bijvoorbeeld, kijk, voor restaurants willen afspreken dat ze mensen aanbieden om een doggybag te geven als ze een bord niet leeg eten. Ja. Want voor heel veel mensen is dat een enorme drempel om dat zelf te vragen. Hè. Dus als je dat aanbiedt, kun je makkelijker ja of nee zeggen. Mm-hmm. Maar ja, als je alleen maar bezorgt, heeft dat natuurlijk weinig zin. Hè. Dus, ja. Dus sommigen die zeiden gewoon om die reden van ja, dat heeft geen zin, dat wij er aan meedoen. Ja, en waren er ook nog andere redenen? Ja, er is ook wel iemand geweest die zei van, ik denk dat ons publiek daar niet op zit te wachten. Ja. Ja, ik mag gelukkig geen naam. Ja, oké. <okay. laughs> Ja. Het publiek wat in het restaurant komt eten. Ja. Ja, terwijl het eigenlijk wel echt heel hip is. Als je kijkt naar het buitenland, wordt het niet anders gedaan. En het speelt nou ontzettend natuurlijk, hè, want je ziet allerlei initiatieven. Ook bijvoorbeeld in Veghel de verspillingsfabriek. Daar gaan ze dus zeg maar de komkommers en de iets minder mooie tomaten, die gaan ze toch nog gewoon verwerken tot volwaardige producten. Ja. Maar is het niet, want de voedselbank, we hebben het net over gehad, die doen natuurlijk dit ook al heel erg. Ja. Die let heel erg, die zie je nu ook al meer weggeven, want die let heel erg op de houdbaarheidsdata's bij supermarkten en zo. Mm-hmm. Maar dat is ook een groep waar we afspraken mee wilden maken, de supermarkten. En die moeten eigenlijk ook het meeste afspreken, want die moeten eigenlijk beloven dat ze geen voedsel meer zomaar weggooien. Mm-hmm. Nu is het vaak zo, dan wordt voedsel eigenlijk gewoon ongeschikt gemaakt voor consumptie, mm-hmm. als ze het overhouden. En wij willen dus dat ze het gewoon eerst aanbieden aan bijvoorbeeld de voedselbanken van Vincentius. Yeah. Kan dat niet meer, omdat het echt niet meer goed is, dan kun je het bijvoorbeeld nog voor diervoeder gebruiken. En als dat zelfs niet meer kan, dan kun je dus composteren of je kunt er energie van maken, dat soort dingen. Ja. Ja. En Steven van de Vries, van de directeur van de Amalia School, ook welkom. Ja. Waarom doen jullie mee? Toen wij van het initiatief hoorden, toen waren wij meteen enthousiast. Wij zeiden, hier moeten wij gewoon aan meedoen. Want we doen eigenlijk al voor een heel stuk, werken wij tegen voedselverspilling op school. We hebben op school hebben wij elke dag hebben wij een eetmoment. Mm-hmm. 3 dagen in de week, dinsdag, woensdag, donderdag, mm-hmm. is het bij ons het zogenaamde gruiten. Dan moeten kinderen groenten of fruit meebrengen. Ja. En dan zien wij er ook op toe dat kinderen het opeten. Dus we niet zo zijn van op een gegeven moment, ik heb nog een paar partjes appel over, gooi maar weg. Nee, daar spreken we ouders ook op aan. Hè. Mocht het nodig zijn, dat iedere keer zien dat kinderen voedsel overhouden, stukjes fruit overhouden of wat dan ook, geef ze wat minder mee, ja. Maar we proberen ervoor te zorgen dat elke keer alles wordt opgegeten. Ja. Op maandag en vrijdag zijn ze vrij dat ze een boterhammetje of een stukje groente fruit zelf mee mogen nemen. We weten dat er ook veel kinderen zijn die 's morgens moeilijk ontbijten of mm-hmm. niet ontbijten. Mm-hmm. En dan rond een uur of 10, 10:15, 10:00, dan is het eetmoment bij ons op school, dan de kans krijgen om het op te eten. Ja. Ja. Want je hebt het nu inderdaad over de concrete maatregelen die jullie nemen, maar hoe vindt er nog meer voedselverspilling eigenlijk bij jullie op school plaats? Want kijk, we weten wat Stefan... Zijn er veel kinderen bijvoorbeeld die hun appels weggooien? Wel willen doen. Ik heb het zelf ook een keer meegemaakt. Een kind, ik was les aan het geven in een klas en die nam een hap van zijn appel, kijkt ernaar, loopt naar de prullenbak en gooit hem erin. Ja. En ik stond voor in de klas echt te kijken van,
wat gebeurt er nou? Mm-hmm. Zeg, wat doe je nou? Ik vind hem niet lekker. Ik zeg, ja, maar die ga je toch zomaar niet weggooien? Nee. Haalt hem eens eruit. Dus heel voorzichtig haalde hij die appel uit die ding. Ik hoef hem toch niet op te eten nou, hè? Ik zeg, nee, maar spoel hem nou maar eens af. Ik zeg, nou, wat kun je nou nog met die appel doen? Ja. We kunnen er een stuk ervan afsnijden. Misschien zijn er wel kinderen bij die zeggen, nou, ik lust wel een stukje appel, verdeel hem. Ja. Zeg, en achter onze school is de geitenwei. Ik weet zeker dat het paard wat daar staat er gek op is. Ja. Nou, de volgende week daarna kwam hij weer met een appel. Ik zeg, Hij zegt, ik eet hem op hoor, helemaal. Dus dat soort dingen maak je, dat soort dingen maak je ook mee. Maar wat Steven ook aangaf is, kijk, wij kunnen natuurlijk vanuit het onderwijs daar of vanaf hele jonge leeftijd kunnen wij er al aan meewerken. Hè? Om kinderen bewust te maken van. Ja. Worden de ouders er eigenlijk ook in betrokken? En zo ja, wat bespreken jullie dan met de ouders? Nou, in ieder geval, we geven aan ouders door, als wij zien dat kinderen iedere keer vrij veel voedsel meebrengen en overhouden, dan wordt het ook met ouders besproken. Mm-hmm. Maar ik moet zeggen dat het de laatste jaren heel erg meevalt. Oké. Ja. En ik denk dat het ook wel heel goed werkt als die kinderen er thuis een keer over praten. Hè? Dat die ouders ook meer bewustwording krijgen op dat gebied. Ja. Kijk, we zijn nu bezig met het, we willen graag als school zijn, willen we het vignet gezonde school willen we houden. Mm-hmm. Dus we willen echt doelbewust gaan werken aan de gezondheid van kinderen. Mm-hmm. Dus bewegen en sporten staat centraal, voeding staat centraal, relaties, seksualiteit, alcohol, roken, al dat soort dingen willen we toch in ons programma op gaan nemen, gaan bespreken met de kinderen. En ik heb vanmiddag nog eens gekeken, als je dan kijkt naar voeding, gezonde voeding, van alles wordt besproken, ook duurzaamheid van voedsel, dat soort dingen wordt besproken. Alleen voedselverspilling, dat komt nauwelijks aan de orde. Is hier een algemeen plan binnen de scholen in de gemeente Boksel over? Nee, dat is iets wat we zelf moeten gaan bedenken. En daarom is het initiatief wat Combinatie 95 samen met alle andere partijen hebben gedaan, zo ontzettend leuk. Want hier ligt voor ons een mooi terrein. Nog open terrein. Ja, inderdaad, daar begint het. Daar kun je erbij, leg je de basis naar het voortgezet onderwijs en de rest van hun toekomst. Ja. Hoe kijken jullie eigenlijk tegen net als vandaag? Het is groot in het nieuws, V&D. Hè? De kranten slaan open, overal staat V&D in. We zien op Facebook allerlei foto's, filmpjes komen van voedsel wat linea recta weggegooid wordt. Flesjes drinken, sapjes, et cetera. Ja, dat is echt het voorbeeld hoe het niet moet natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Maar dit zijn natuurlijk wel heel extreme omstandigheden, dus daar kun je wel iets bij voorstellen. Maar dat gebeurt toch nog op de grote schaal en nu heel extreem natuurlijk, want nu wordt gewoon alles weggesmeten. Maar dat moet gewoon niet meer kunnen. Nee. Het zou natuurlijk geweldig zijn als dit allemaal bij de voedselbanken terecht zou komen. Ja, zeker. Ja. Is er nog iets wat jij de mensen zou willen meegeven? Of, Ik wil wel even zeggen dat het niet alleen een actie is van Combinatie 95. Ja. Het zijn dus 7 partijen, als ik ze mag noemen. Dus de SP, CDA, VVD, Inbox, PvdA, GroenLinks en D66. Want we trekken hier gezamenlijk in op. Dus ik vind het ook belangrijk dat ze ook genoemd worden en ook die credits krijgen. Want ze zijn ook allemaal mee geweest. Alle raadsleden die eraan meedoen, al die bedrijven af. Ja. Dus die hebben er ook veel tijd en moeite in gestoken. Dat we maar bewust met voedsel. Precies, en dat voeding, is de eerste stap. En dan hopen we ook nog een keer een actie misschien te beginnen samen met het voedingscentrum. Meer gericht op echt consumenten. Okay. Ja. Dank voor jullie komst. Graag gedaan. Oké. Geluidsstankoverlast, ruzie, wat zullen we nog meer zeggen? Asociaal gedrag. 1 op de 3 mensen heeft er dagelijks mee te maken. We gaan er zo over praten, over burenruzie onder andere. Maar eerst kijken we even naar een filmpje van Zemba. Notabene bang in mijn eigen tuin. Vind je dat normaal? Agressie, geluidsoverlast, stankoverlast of asociaal gedrag. 1 op de 3 Nederlanders heeft last van de buren. Olie waar ze net in gebakken hebben en dan gooien ze dat zo met pan en al gewoon naar beneden. Dus de hete, kokend hete olie gooien ze naar beneden. Gemeentes en woningbouwcorporaties zien het aantal burenruzies toenemen. Ik krijg meer dossiers dan in het verleden. Ze duren gemiddeld ook langer. Ze worden zwaarder. Stalken. Heel veel vernielingen, intimideren, agressie, verbale agressie. Ik was gewoon bang voor die mensen. Ik was echt bang voor die mensen. Gemeentes zijn verplicht om op te treden bij ernstige burenruzies. Maar dit is wat burgemeesters zeggen.
Ik heb geen rechtsmiddelen of mogelijkheden om op te treden. Ik kan niks meer. Bestuurders zeggen dat ze slachtoffers niet kunnen helpen. En wat betekent dat voor die mensen? Dat de situatie blijft zoals die is. Ik heb hier wel zitten huilen aan de telefoon. Dat ik het niet meer wist. Ik dacht, moet ik nou toch weer? Iedere keer die nacht. Zembla onderzoekt de effectiviteit van de overheid bij de aanpak van burenconflicten. Tja, buurtbemiddeling Bokstel viert op 2 maart hun lustrumfeest. En bij mij op de bank Karin van Ditmars. Welkom, jij weet er alles van. Ik ben wel even stil van het filmpje. Het is enorm heftig. Ja. Maken jullie dit ook mee? De hete padden die over de schutting worden gegooid of over de flat, dat heb ik nog niet aan de hand gehad. Maar we maken verschillende situaties mee, ja. Buurtbemiddeling Bokstel. Misschien voor de mensen die het niet kennen. Wat is buurtbemiddeling Bokstel exact? Ja. Om maar meteen even een misverstand de wereld uit te helpen. Het is niet zo dat wij Patty Bracht in Bokstel rondsturen. Nu haal jij wel een van mijn belangrijkste vragen weg, Karin. Ja, dat dacht ik al. Nee, maar dat is wel iets die vraag die krijgen we vaak. Of zijn jullie de rijdende rechter? Buurtmiddeling Bokstel is een methode die wij inzetten op het moment dat mensen een conflict hebben die naast elkaar wonen of bij elkaar in de straat wonen. Dat doen wij door de inzet van een team van vrijwillige buurtmiddelaars die daar een training voor hebben gehad. Mm-hmm. En uiteindelijk streven we ernaar om mensen weer met elkaar in gesprek te brengen, zodat zij samen tot een oplossing weten te komen. Ja. Eigenlijk geef je misschien min of meer het antwoord al wel, maar jullie proberen overleg te plegen tussen de buren. Ja. Waarom is het eigenlijk ooit opgericht dit? Want we zien volgens mij nu een stijgende lijn komen, dat het steeds erger wordt. Ja, dat klopt. Het is een methodiek die in California is ontwikkeld. En die is zo langzaamaan overkomen waaien naar Nederland. Inmiddels mm-hmm. zijn er meer dan 150 gemeentes in Nederland die actief zijn op het gebied van buurtbemiddeling. Wij hebben ook wel een stijgende lijn gezien in de casuïstiek van de afgelopen jaren. Mm-hmm. Dat heeft natuurlijk ook met een stukje naamsbekendheid te maken. Maar je ziet ook wel een toename van de problematiek. En het wordt ook wel wat complexer. Wordt het echt complexer? Ja? Is dat, want ze zeggen inderdaad bij Zembla zien we net dat die vertellen dat ook. Ja. Ja, het wordt complexer. Dat heeft onder andere ook te maken met de transities in de AWBZ. Hè. Mensen krijgen, ik noem het maar even, een stickertje hebben, krijgen wat minder ondersteuning en begeleiding dan dat ze dat voorheen kregen. Ja, er zijn ook zaken waar we mee te maken hebben. Soms vraag je ook wel eens af van, zijn we het elkaar aanspreken op elkaars gedrag ook niet een beetje verleerd? Hè? Vroeger had je gewone sociale controle. Zijn we dat ook niet langzaamaan een beetje verleerd en moeten we daar niet weer enigszins in geholpen worden? Ja. Welke organisaties nemen voornamelijk contact met jullie op? Zijn dat stichtingen? Gemeentes? Ja, we hebben een heel netwerk van verwijzers. In het begin was dat vanuit het algemeen maatschappelijk werk, vanuit onze eigen organisatie, de gemeente, woonconsulenten van Sint-Jozef en de politie, de wijkagenten. Mm-hmm. Maar we hebben wel dat netwerk ook enorm uitgebreid. Inmiddels hebben we ook met het consultatiebureau, het GGZ-instellingen mee, Novo de Kentron hebben we ook contacten mee om samen toch te kijken hoe we zo goed mogelijk de zaak kunnen dienen. Ja. Nemen mensen zelf ook contact met jullie op? Ja. Ja, dat gebeurt de laatste tijd steeds meer. Ja. Ja. Je zei het net al, van we zijn geen Patty Bart en Jochem van Gelder volgens mij. Volgens mij is John Williams. Ja. Die zo'n programma maken over burenruzie. Ja. Hoe gaat zo'n traject van start? Jullie worden gebeld en dan? Wat doet een bemiddelaar? Lijkt me niet makkelijk. Bemiddelaars die krijgen van tevoren een training, hè, voordat ze worden ingezet. We hebben mensen volgen een 3-daagse training, dus dat is best pittig, waarin mm-hmm. ze ook echt geconfronteerd worden met zaken die we tegenkomen. Mm-hmm. En voordat een bemiddelaar wordt ingezet, vindt er in eerste instantie een belletje plaats vanuit een verwijzer of de mensen zelf.
Wij hebben dan contact met degene die overlast ervaart en gaan daarmee in gesprek. Kijken van, goh, in hoeverre is het geschikt voor buurtmiddeling? Want er zijn een aantal zaken die wij gewoonweg niet doen. Mm-hmm. Op het moment dat er te veel geweld bij komt kijken of er zit zware psychiatrische problematiek achter of een zware verslaving, dan zijn de bemiddelaars onvoldoende toegerust om daarop in te grijpen. Op het moment dat geschikt blijkt voor buurtbemiddeling, dan wordt er een team van vrijwilligers samengesteld. Ieder heeft zo zijn eigen kwaliteiten en daar proberen we ook heel nadrukkelijk naar te kijken. De bemiddelaars die nemen dan contact op en gaan met z'n tweeën op bezoek bij de klagende partij. Mm-hmm. Horen het verhaal aan en kijken waar ruimte ligt om in gesprek te gaan met de buren. Vervolgens plegen wij een soort verrassingsbezoek bij de buren om te vragen van, goh, mogen wij eens langs? Onaangekondigd. Onaangekondigd, ja. Ja. Wij hebben gemerkt dat het beste resultaat geeft, omdat mensen toch wel heel graag willen weten wat de buren dan toch wel niet over ze gezegd hebben. Krijg je daar niet hele rare reacties op? Nee, dat valt best mee. Ja? Ja, ja. Nee, want in het begin was het ook zo dat mensen, toen we dit project in Boksel wegzetten, hadden mensen ook heel vaak de indruk van, goh, maar dan heb je dadelijk een boze buurman aan de lijn of die slaat je zo de deur uit. Ja. Nee, hebben wij nog niet meegemaakt. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat een vrijwillige bemiddelaar of de bemiddelaars aan de deur staan. En dat zijn burgers zoals jij en ik. En die hebben ook geleerd hoe ze het beste een dergelijk bezoek kunnen aankondigen. Mm-hmm. En dat gaat op een hele laagdrempelige manier. Het is ook niet zo dat wij aan waarheidsvinding doen. Op het moment dat iemand overlast ervaart, dan nemen wij aan dat dat zo is. Ja. We doen ook niet aan waarheidsvinding en wij blijven neutraal. Ja. Dus we kiezen niet voor de ene of de andere partij. En dat is meteen ook het verschil met Patty Bracht en John Williams. Want die hebben beide een zaak waar ze voor gaan strijden. Ja. Ja. Je hebt de bemiddelaar, jullie kijken naar de problemen. Ik kan me ook voorstellen dat soms problemen niet oplosbaar zijn. Wat gebeurt er dan als de bemiddelaar er niet uitkomt? Ja, dan koppelen ze dat naar ons terug. We hebben een scoringspercentage tussen de 75 en de 85%. Dat is best netjes. Wauw. Ja. Ja. En op het moment dat er een kink in de kabel komt, en ik zeg al, geen enkele zaak is hetzelfde, dus we moeten tussentijds ook wel eens ooit bijsturen. We hebben een groot netwerk, dus wij gaan ook bij onze collega-instellingen en onze eigen collega's te raden van, goh, we lopen hier vast, wat zouden we eventueel nog in kunnen zetten? Op het moment dat een zaak echt niet geschikt lijkt voor bemiddelaars, dan kijken we ook in hoeverre kunnen we eventueel andere partijen inschakelen. Mm-hmm. En hoe gaat het daar verder? Nou, dat doen we altijd wel door een warme overdracht. Hoe zou het komen volgens jou dat we nu echt een stijgende lijn zien in deze burenruzies? We zijn de mensen misschien meer op hun teentje getrapt. Je zegt net al van, nou ja, er zijn problemen in de, mensen worden gekort op zorg ook. Ligt daar de echte reden, denk je? Worden we misschien minder tolerant? Goh, dat vind ik dan wel weer een hele goede vraag. Jij zit er middenin. Ja, nou ja, goed, ik denk dat ik het daarnet al geprobeerd heb te schetsen door te zeggen van, het wordt wat drukker in onze samenleving. Ja. En is het niet zo dat we voorheen wat makkelijk elkaar aanspraken op een aantal dingen, leven tegenwoordig niet wat makkelijker naast elkaar heen? De druk binnen de maatschappij wordt groter. We leven nog steeds in een crisis. Rondom de vluchtelingenproblematiek hebben we allemaal wel een bepaalde mening over. Je ziet een verharding in de maatschappij. Homoseksualiteit is ook niet zo makkelijk meer bespreekbaar tegenwoordig blijkbaar. Daar hebben we ook allemaal mening over. Dus misschien vinden we wel te veel van allerlei dingen en vinden we het heel lastig om mensen op een goede manier aan te spreken. Ja. We hoorden al 1 op de 3 mensen heeft ermee te maken. Dat zou simpelweg in Boksel betekenen dat het duizenden mensen zijn. Ja. Dan hebben jullie het heel druk. Ja, nou ja, dan hadden we er een bedrijf naast moeten nemen, denk ik. Ja, ik denk dat dat wel wat genuanceerd mag worden. Want we ervaren denk ik allemaal wel eens last of overlast van de buren. Maar dat wil niet altijd meteen zeggen dat je dat niet bespreekbaar kan maken. Of dat je er structureel last van hebt. Ik bedoel, we zullen allemaal wel eens meegemaakt hebben dat de buren een fijn feestje hadden. En dat je denkt van, oh, ik had toch eigenlijk vannacht wat langer door willen slapen. Maar goed, morgen is het weer over en dan hebben ze het feestje weer gehad.
Of je zorgt dat je uitgenodigd wordt. Oh, ja, jij komt veel problemen tegen. Wat is nou het probleem wat jou nou het meest is bijgebleven? Zonder dat je natuurlijk mensen... Daar moet ik altijd erg voorzichtig mee zijn. Want deze vraag die krijgen wij natuurlijk heel erg vaak. Nou, wat mij heel erg is bijgebleven en wat ik ook wel een heel mooi voorbeeld van de kracht van buurtbemiddeling vind, is... op een gegeven moment meldde zich iemand bij ons die zei van... Ik ervaar de laatste maanden overlast van mijn buurman. In de vorm van geluid, lawaai, staat regelmatig te schreeuwen, gooit hard met zijn deuren. Maar er is ook nog wat anders aan de hand. Ik heb het idee dat hij ondertussen zonder werk is komen zitten en volgens mij is hij een jaar geleden van zijn vrouw gescheiden. Maar dat was in zekere zin was dat ook vaag, want hij wist het allemaal niet zo heel erg zeker. Dan kun je nagaan, dan woon je naast elkaar. Mm-hmm. Daar hebben wij een team van buurtbemiddelaars ingezet en gedurende het gesprek is dat probleem ook naar voren gekomen. Uiteindelijk is de persoon in kwestie ook geholpen door de inzet van het algemeen maatschappelijk werk. En de situatie is verbeterd omdat die persoon het ook vervelend vond dat hij hierop aangesproken werd. Hè? Dat de buurman overlast van hem ervaarde. Maar daarnaast kon deze meneer worden geholpen door een traject op te tuigen. Mm-hmm. Waardoor de andere problemen waar hij mee kampte ook konden worden aangepakt. Mm-hmm. Ja, en dat is iets wat mij enorm is bijgebleven. Ja. Ja. Zijn jullie wel eens vervelend benaderd? Agressief benaderd? Wat we natuurlijk ook een soort tendens nu zien met de ambulancemedewerkers, buschauffeurs... De buurtbemiddelaars zelf niet. We hebben ook wel een bepaalde veiligheid ingebouwd. In zoverre dat wij bemiddelaars ook zeggen van... stel je met je voornaam voor, scherm je telefoonnummer af op het moment dat je een afspraak gaat maken. Omdat we hebben in de beginperiode ook wel gemerkt dat mensen dan gaan bellen op nacht en ontij. Van, moet je nou toch eens horen wat de buurman... Precies. De bemiddelaar echt als contactpersoon dan zien. Ja. Wat als buurtbemiddeling Boksel er niet was geweest? Ik denk dat geen goede zaak is voor de leefbaarheid in de wijk. Ik denk dat wij veelvuldig hebben weten te voorkomen dat conflicten in een buurt verder uitbreiden. En ik denk dat wij echt werken aan een stukje duurzaamheid om contacten weer te herstellen. Ja. Ja. 2 maart is jullie lustrumfeest. Ja. Hoe ziet deze dag eruit? Ja, dat is een beetje. Worden alle buren uitgenodigd? Ja, heel veel kopjes suiker gaan lenen. Nee. Toch die rijdende rechter erbij? Je weet het maar nooit, hè? Ja. Nee, maar wat gaat er gebeuren? We hebben in eerste instantie een middagprogramma waarbij we de bemiddelaars zelf heel graag in het zonnetje willen zetten. Maar ook de verwijzers, want daar krijgen we de meldingen uiteindelijk vandaan. Nou, we gaan onder het mom van conflicten in de keuken met elkaar aan de slag. Aan de ene kant is dat bedoeld om verwijzers en bemiddelaars goed met elkaar in contact te brengen. Zodat zij ook eens kunnen bespreken van waar kom jij nou tegen en waar loop jij tegenaan. Want beide hebben natuurlijk soms wel eens een andere kijk op bepaalde zaken. Dus dat gaan we doen, daar speciaal voor genodigden. En daarna hebben we een avondvoorstelling die voor het gehele Bokselse publiek beschikbaar is. En voor belangstellende buurtmiddelaarsorganisaties uit de regio. En dat is een... Met een optreden van Luf van Patty Bart. Ik wil niet al te veel verklappen, maar dit geeft wel een hele leuke, ludieke kijk op wat buurtmiddelaars zowel tegenkomen. Okay. En als publiek heb je daar ook nog een stem in. Dus ik vind het echt een prachtige combinatie om het nuttige met het aangename te verenigen. Last but not least, jij bent van zelf, je werkt bij Contour de Twern. Ja. Wat doen jullie nog meer binnen Contour de Twern? Ik ben ook opbouwwerker, dus ik werk aan de leefbaarheid in de wijk van Bokstel. Ja. En zoeken jullie nog mensen? Want dit is je moment. Zijn er vacatures voor vrijwilligers? Of, We hebben een vrijwilligerssteunpunt en die hebben de vacatures van de instellingen die zich bij ons melden. Wij zijn altijd op zoek naar goede mensen die bepaalde kwaliteiten in huis hebben en die laten we zeker zomaar niet gaan. En dan moeten mensen zich melden bij www. Buurtmiddeling Boksel zit er helemaal in natuurlijk, maar in dit geval info@contourdetwern.nl. Okay. Ik denk dat het slimste is. Okay. Ja.
ook als ze als bemiddelaar willen, eventueel willen. Ja, als ze als bemiddelaar actief willen worden, dan kunnen ze zich melden bij buurtbemiddeling boksel@contourdetwern.nl. Of ja, even een belletje naar Contour de Twern en dan komt dat allemaal goed. Ik wens jullie twee maar heel veel plezier. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Oké. Okay. Ja, afgelopen zondag was het natuurlijk Valentijnsdag. En Roel en Emiel die gingen Boksel eens even in om te kijken hoe het nu met de liefde in Boksel gesteld is. Love is in the air. Ik heb nooit iets gekregen van Valentijn. Mag ik even uw hand lezen? Er gaat er iets gebeuren. Waar dan? Zondag. Waar dan? Ja, liefde. Waarom, weet ik niet, maar ik heb nog nooit iets gehad. Krijg je ook iets van Valentijn? Ja, van mama. Van mama? Dadelijk een cadeautje uitzoeken. Heeft hij geen vriendin iets al? Ze zijn wel verliefd op hem, op de peuterspeelzaal. Doe jij ook iets aan Valentijnsdag? Wat zou ik nou moeten doen? Kun je mij adviseren? Nou, een aardigheidje, hè? Een pruimtebak. Pruimtebak? Ja. Dat deden ze vroeger toch ook, kregen ze op zitten knauwen. Heeft u ook pruimtebak? Ja, zeker. Oh. Ding, 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 wil je met mij pruimtebak eten? Nee. Vanwege Valentijn? Nee. Dat is geen goede reden. Niet aan mij besteed. Echt niet? Nee, echt niet. Samen? Nee. Een hapje? Nee, oh nee. Wilt u met mij een pruimtebakje doen? Nee hoor, dankjewel. Pruimen doen we al lang niet meer. We pruimen niet meer. Doe mij maar eens een idee aan de hand waarom ik niks van Valentijn krijg. Zullen we samen pruimen dan? Pruimtebak, nee, dank u. Ook niet? Nee, ik rook niet en ik... Pruim niet. Nee. Wij gaan een kaartje zoeken om me ergens in de bus te douwen. Ik heb hier mijn envelop, daar woont hier vast een leuke dame. Lieve mama, ik wil jij heel graag bedanken voor alle liefde die ik heb gekregen de afgelopen jaren en heel veel terug. We hebben ook een kisscam, er komt een hartje in beeld als jullie elkaar dan even lekker... Nee, dat doen we niet. Ik heb een date zondag. Aha, met een blind date? Een blind? Dat meen je niet. Ja, echt waar. Misschien dat u iemand anders nog kunt filmen of kunt doen, of weet ja. Niet. Ja, heeft u een voorstel? Ja, dat weet ik niet. Hier zijn toch wel lichtelijk dames die toch wel u te hoort willen staan. Waar staan nou toch? Ik ben toch wel benieuwd wie er woont. Ik ga ze even aanbellen. Zakjes, wat heeft dit te betekenen? Heb ik toch nog een kaartje gehad voor Valentijn, hè, Roel en Miel? Dank jullie wel. En de pruimtebak, die was heerlijk. Bij ons in de studio, prins Pir den Tweede. Oftewel, het echte leven, Peter van As. Yes. Ook je echte naam. We hebben je collega uit Liemt, prins Primus, ook uitgenodigd. Alleen die kon vanavond helaas niet. Jammer. Heb jij nog iets met Valentijn gedaan? Zal ik je aanspreken met Peter of van wilde jij? Doe mij gewoon Peter. Peter. Uiteraard heb ik met Valentijn iets gedaan. Ja? Maar altijd nog. Ik ben 22 jaar getrouwd. En nog altijd met Valentijn een kaart. En hoeveel ik ondergeven van haar hou. Maar heb je 's ochtends ook even een lekker ontbijtje voor haar gemaakt? Nou, als je het bed belegt met rozenblaadjes. Zal ik jou vertellen dat ik om 8 uur al moest verzamelen om mijn zoon naar de hockey te brengen? Ah! Ik denk dat ze meer gebaat was bij uitslapen dan bij een ontbijtje op bed om 8 uur. Ja. Carnaval, ben je een beetje bijgekomen? Ik was al bijgekomen op de woensdag, na het haringhap in het Askruis. Maar ik ben wel lekker donderdag en vrijdag nog vrij geweest. Okay. En ik ben met mijn zoon, mijn jongste zoon, die natuurlijk de aandacht heeft ontbeerd in de dagen daarvoor, ben ik lekker naar de Efteling geweest. En we zijn wel 3 keer in de Baron geweest. Helemaal geweldig. Jij bent een import Brabo? Ja. Volgens mij. Ja. Heb jij daar eigenlijk opmerkingen over gekregen? Heel veel. Tijdens de carnaval? Ik ben wel een echte bovensloter. Ja. Of een buitenlander. Maar goed, ik heb maar 1 paspoort. Dat is hier afgegeven. En in Boksel. Maar wat zeggen de mensen dan? Sommigen hebben er best moeite mee dat ik niet van hier ben. Dat ik in ieder geval niet de zachte G heb.
Dus ik heb geoefend. Ik heb waggelaars en waggelaardinnen, heb ik leren zeggen. Ja. En, maar nee, sommigen hebben daar moeite mee. Ja. Maar goed, dat heb je overal. Ja. Hè, ik bedoel, je wordt daar, dat is een voor mij hier kenmerk waar mensen mij op kunnen beoordelen. Ja. En dat is de buitenkant en dat is toch snel geoordeeld. Maar ik heb een rood-wit hart. Precies, dat is de bedoeling. We hebben een compilatie gemaakt van jouw ervaring tijdens carnaval. Kijk even mee. Heel graag. In de gat, zie hier uw nieuwe prins. Lang zal ze leven. De tweede sleutel voor het volwassene carnaval ga ik overdragen aan prins Peer de Tweede. Alsjeblieft, prins Peer. We gaan er een hele mooie carnaval van maken, of niet? Ja! Laten we beginnen! Ja, als laatste wagen van de optocht komen we dan bij de prinsenwagen van de Stichting Openbaar Carnaval. Met daarop prins Peer den Tweede en zijn adjudant Mark. De Raad van Elf natuurlijk. En de Ducktown Band. Tada. 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 Fijn dat u hier bent. Ook alle oude vrienden aanwezig. Geweldig dat u hier bent. Het is prachtig. En het mooie is dat u natuurlijk niet met z'n allen in de Komsomhoeven had gekund. Want het is fijn dat u met zoveel mensen hier aanwezig bent. Ik vind het heel erg mooi. Want ook voor u hoort een goed carnaval gevierd te worden. En dat hoort ook heel goed voor u gezocht te worden. Een carnaval in de gat. Daar hunde bij, daar bende bij. Carnaval zonder malaise, maar plezier. Nou, Peter, was je stem een beetje... Oh, die was weg. Ja. Maandag was wel, dit was maandag denk ik, bij het Politiek Café. Mm-hmm. Nou, dat was, toen was hij wel al aardig weg. Ja. Je hebt natuurlijk zondag heel de dag op de kar gestaan. Ook. Ja. Hoe kom je aan het carnavalsvirus? Volgens mij zit dat er gewoon al in. Dat is gewoon heeft een hele lange incubatietijd gehad. En dat is, volgens mij, is dat gewoon ontstaan. Ja. Maar ja, toen wij in Boksel kwamen wonen, toen, inmiddels bijna 12 jaar geleden, zijn wij gewoon heel erg betrokken door de buurt. Mm-hmm. Ik heb een hele goede leermeester gehad, een aantal leermeesters. Die trokken mij meteen dieper in, zeg maar. En dat was heel erg leuk. En zo is het eigenlijk gekomen en verder ontwikkeld. Ik vind het gewoon leuk. Je bent dit jaar uitgeroepen tot Prins Carnaval. Hoe ziet die dag van een prins eruit? Die duurt van ongeveer 's ochtends 8:30. Met voorbereiden en opstaan tot 's nachts 2:00. En dat doe je 5 dagen. Maar ook de weekenden ervoor. Mm-hmm. Ja, want 2 weekenden ervoor ben je ook al bezig met de Waggelrevue, met de Carnavalskriebelsconcert, met Snertconcert, met van alles. Hè? Drieke Haarbrakenbal, een prachtig evenement. En dat is eigenlijk een aaneensluiting van alleen maar hoogtepunten. Dus je hebt het eigenlijk niet eens door. Je leeft wel in een soort roes, yeah. Zo je wilt. Ik werd af en toe zelfs Prins Spa Rood genoemd, want ik
was eigenlijk alleen maar bezig om spa rood te drinken. Ja. Want echt veel bier of Frobelair of andere dingen, dat kan gewoon niet. Want dan ben je niet meer op je kievive en dat moet je wel zijn. Ja. Want ja, mensen verwachten iets van je. Ja. Althans, die indruk heb ik wel als ik ergens binnenkom dat me wel iets van je verwacht. De prins komt. Je moet iets vertellen. Je bent een rol, je hebt een rol. Je moet de mensen ook te woord staan. Ja. Je zegt al 8:30 tot 14:00, maar wat doe je tussendoor? Waar eten jullie? Wat gebeurt er? Nou, dat is een heel logistiek project eigenlijk. Want carnaval is op zich, moet je ook zien als een project. Mm-hmm. Het is wel heel grappig. Er is een bestaande infrastructuur, Raad van Elf, chauffeur, fotografen, dansgarden, alles bestaat. Jij wordt als prins gevraagd om daaraan mee te doen, want je wordt gevraagd. Je wordt niet gekozen, je wordt gevraagd. Natuurlijk, er kiezen wel mensen jou, maar dat is een redelijk besloten gebeuren. En vervolgens vlieg jij daarin. Je hebt die rol met je adjudant, die moet je zelf vragen. Die rol die vervul je voor die periode. En daarna is het over. Ja. Maar die infrastructuur met die mensen en die bestaande rollen, die blijven allemaal bestaan. Ja. Dus het SOC en alles wat daarbij hoort, het Stichting Openbaar Carnaval, de Stichting Openbaar Jeugdcarnaval, vooral niet vergeten. Die horen, die bestaan. Daar vlieg jij in. En dan moet je je rol vervullen en dan vlieg je er weer uit. Hè? Want dinsdagavond 12:00 wordt die steek van je hoofd afgetrokken. En dan is het over. Die scepter wordt afgenomen en de ketting. En vervolgens ben je gewoon weer Peter van As. Ja. In plaats van Peer en Twidde. Ja. En wat doen we? Nou, Dances is natuurlijk een plek waar Hofpaleis. Het Hofpaleis is. Daar is vaak eten. Geregeld, zo tussendoor. Worden jullie vervoerd in een bus of zo? Of, ja. Neem aan dat jullie niet op de fiets allemaal achter elkaar. Ik was in de gelukkige omstandigheid dat Jan van As chauffeur was. Ja. En die bracht mij en Mark en ook de vrouwen, de wederzijdse echtgenoten, bracht die overal naartoe. Zijn die er continu bij eigenlijk? Bij ons niet. We hebben daar, de dames hebben daar zelf bewust voor gekozen om er niet continu bij te zijn. Er is wel de Raad van Elf met gevolg, zoals we dat dan noemen. Mm-hmm. En daar zitten wel veel vrouwen leden van de Raad van Elf bij. Ja. Maar ja, mijn vrouw Helene, die vindt het ook heel leuk om carnaval zelf te vieren. Ja. Dus die moest op zondag absoluut met de ladies meelopen. Ja. En die viert haar eigen, ook haar eigen carnaval. Ja. Dus nee, ze zijn er niet continu bij. Maar als ze mee willen, kunnen ze mee. Hoe gaat jouw gezin er eigenlijk mee? Hoe is jouw gezin ermee omgegaan dat jij prins carnaval was? Nou, ik heb 2 zoons, 1 van 16 en 1 van 11. Beide vieren geen carnaval. Dus die hebben het Valhalla in de mancave gehad, als ik het zo mag noemen. Want ja. Die hebben bijna continu gegamed. Die gingen s'nachts om 2:00 naar bed. Daar hebben we ook niets van gezegd, niets mee gedaan. Laat maar gebeuren. Het gareel kwam wel weer later. Ja. Maar dat is dus eigenlijk die aandacht die je ze dan niet geeft. En die compenseren ze daar dan door dat gamen. Maar ja, goed, dat is de jeugd van u. Ik stel me voor, hè, Peter die komt 's avonds om 2:00 thuis. Ja. Heeft zijn steek nog op? Staat hij dan zo naast je nachtkastje? Op je nachtkastje? Nee, jij bent nooit naar thuis geweest. Dat ik heb in de hal heb ik een borstbeeld staan van een hele mooie ranke vrouw. Ja. Dat is een keer een afgietsel geweest. En dat afgietsel, daar staat die... Maar die gaat pas af als je thuis komt? Nee. Voordat ik de auto inga, als we wegrijden ergens, gaat hij af. Maar je moet hem continu op hebben. Ja. Behalve als je onder elkaar met de Raad van Elf bent en aan het eten bent, dan mag je hem naast je neerleggen. Dan leggen alle mannen van de Raad van Elf mogen hem ook afdoen. Ja. Want als ik hem op heb, of als ik sta, moeten zij ook staan en moeten ze die mensen op hebben. De steek in dit geval. Ja, dus het is, je hebt wel een rolletje. Het is wel leuk. Je bent nu prins carnaval geweest. Wat doe jij allemaal in het dagelijks leven verder? Ik werk bij de Rabobank in Utrecht. Ja. Ik ben verantwoordelijk voor de facilitaire voorzieningen van de Rabobanken in Nederland. Samen met een team, waar ik onderdeel van ben. Daarnaast ben ik voorzitter van de oprichting zijnde voedseltuin. Mm-hmm. Het thema waar Stefan en Stefan hier daarvoor
bij aanwezig waren, raakt mij ook, hè, verspilling. Mm-hmm. Verspilling is in feite iets wat je niet meer gebruikt en vervolgens aan anderen ter beschikking kunt stellen. Wat wij willen is met de voedseltuin realiseren dat we al direct van het land verse groenten, vers fruit, honing aan mensen kunnen geven. Ja. Om niet. Nou, dat zijn we ook in samenwerking weer met Karin, mm-hmm. Ditmars, zojuist aanwezig, Karin van Ditmars, ja. Hier aanwezig. Met de Contour de Twerren zijn we weer vrijwilligers daarvoor aan het werven. Ja. Het grijpt allemaal in elkaar. Ja. Daarnaast ben ik bezig met de Stichting Veteranen in Bokstel. En ik draai nog wel eens wat karaoke plaatjes bij de boer. En dat gaan we aanstaande donderdagavond weer doen. Zingen bij de boer. Ja. Maar ik zag je ook net zelf zingen. Is ja, dat ja, ook een hobby gemaakt van je? Nou, kijk, elk jaar maak ik voor de carnaval een liedje. Ja. Schrijf ik een liedje, koop ik een nummer samen met In de Klocht. En elk jaar schrijf ik een tekst. En de ene keer doe ik dat met iemand anders en de andere keer alleen. Maar dit jaar had ik alleen de tekst gemaakt, want ik wist dat ik prins zou worden. Ja. Alleen, voordat de prins bekendmaker ja. is het liedjesfestijn. Ja. En sommigen zagen wel aan mijn schoenen dat ik misschien prins zou kunnen zijn. Was hoezo aan je schoenen? Nou, dan heb je net de schoenen aan. Maar ik heb eigenlijk altijd net de schoenen aan. Maar goed. Ja, ja. En als je net de schoenen aan hebt, dan zou je wel eens prins kunnen worden. Maar goed, ze zagen aan mijn schoenen dat ik prins zou worden. In dit geval was dat ook zo. Maar altijd doe ik mee. En dat liedje was mijn thema. Daar heurde bij, daar bende bij. Dus ik had dat liedje geschreven, al in september. Mm-hmm. Met dat thema in gedachten. En dat heb ik samen met de Achma van Huizenband, met de Duktanband en met de Indeklog. Die konden dat allemaal spelen. Heb ik dat overal waar zij waren, kon ik dat zingen. Yeah. Dus ook op de Prinsenwagen, want daar zat de Duktanband. Dus ik kon dat liedje overal zingen. Dus de locaties waar je was, die hadden een zanger minder nodig. Hoefden ze niet te boeken, nou, want de prins Peer de Tweede, die kwam ook langs. Ja, want ik had mij, voordat ik prins was, had ik me opgegeven voor het Waggelpodium. Ja. Want ik doe altijd mee met het Waggelpodium. Dus ik wilde nu per se als prins ook meedoen met het Waggelpodium. Ja. En dat bleek de eerste eer te zijn dat een prins daar aan meedeed. Ja. Dus wat waren voor jou de hoogtepunten? Groot in de trek, klein in de trek, 3 KH brakenbal. De bezoeken aan de bejaardenhuizen, aan de carnavalsclub, de mis in de kerk. Ik vond alles echt geweldig. En dat mm-hmm. meen ik serieus. De politiek café. Mm-hmm. Ik vond het allemaal. Het is ook heel erg leuk. Maar de warmte die je krijgt van anderen, als je binnenkomt met gevolg om toch. De rol en het respect wat je daarmee krijgt, dat is heel, ja, vind ik wel heel mooi. Mm-hmm. En ik wil heel graag benoemen, als wij hier in Eendegat. In de gat. Komt u weer? Carnaval willen blijven vieren, op de manier zoals dat nu gebeurt, of zelfs nog heviger, ja. Dan kunnen we niet zonder vrijwilligers. Ja. Want het carnaval draait op vrijwilligers. Dat is enorm. Ja. Dat is echt enorm. Hoeveel ja. mensen er niet betrokken zijn. Van knokkers tot mensen die belangeloos van alles doen en organiseren en regelen. Dat is echt fantastisch. Echt waar, daar heb ik een diep respect voor. Ga je volgend jaar weer hopen op een verkiezing of was het eenmalig? Ik vond het een hele grote eer. Ik kan er nog niets over zeggen. Ik kan daar. Het is normaal is het de prins 2 keer. Misschien kan het dit ook wel, gaat dat dit keer ook wel weer gebeuren. Ik weet het niet. Ik weet het gewoon nog niet. Ik weet het echt niet. Maar sta je ervoor open? Ik zou er wel voor openstaan. Ja, ik vond het wel een heel mooi feestje. Ja. even over heel iets anders. Hoe lang, want dat wil ik nog wel weten, hoe lang van tevoren ben je er al mee bezig eigenlijk? Om prins te worden of dat je... Ik ben eind van het voorjaar al gevraagd. Oké. Okay. En dan moet je je thema bedenken. Dan moet je gaan bedenken wat je in een politiek café gaat zeggen. Wat je in een mis gaat zeggen. Wat je, hoe je uitvoering wil gaan geven aan je thema. Ja. Ik heb bijvoorbeeld speltjes laten maken. Hè. Ja. Dat moet je ook ruim van tevoren doen. Vooral niet in Bokstel. Want dan weten ze dat je de prins gaat worden. Hoe jammer ook, want de klandizie hier is natuurlijk ook belangrijk voor de bedrijven mm-hmm. die we hier hebben. Mm-hmm. Maar het is,
je bent daar dan al mee bezig. Je kunt ook de structuur bepalen van wat je wil. Ik had bijvoorbeeld toffe peren, had ik geïntroduceerd. Je kan de jaarmedailles omhangen. He, dat waren dit jaar ook prachtige eentjes. Ja. Maar ik vond juist dat mensen die iets extra's toevoegen aan de carnaval, dat zijn in mijn ogen de toffe peren. Nou, ja. Ik ben peer den tweede. Ja. Toffe peer. Ik had een apart speldje gemaakt voor toffe peren. En die heb ik bij een heleboel mensen opgespeld. Gelimiteerd. Deze had ik er 1000 van laten maken. Van die andere had ik er 99 en daar heb ik er 77 van weggegeven. En dat is het. Dus misschien volgend jaar nog een keer, andere toffe peer. Maar dit jaar zijn de toffe peren op. Goed zo. Dank voor je komst en wie weet volgend jaar. En anders dank voor dit jaar. Ja, dank je wel. Oké. Ja, zangeres moet ik zeggen, sorry. Inzi sluit af met haar laatste single Liberty. Het nummer stond 12 weken in de Mallorca Mega Charge Top 100. Die single heeft het goed gedaan. Ja, klopt, Geert. Toch? Ja, heb je goed meegekregen, ja. Wat zijn jouw plannen op dit moment? Nou, in ieder geval gaan we sowieso naar Spanje en Mallorca toe in de zomer. Om daar op te treden in de clubs. Hè, naar aanleiding van die 12 weken in de Mallorca Charge. Ja. En dan komt er een nieuwe single aan. En dat is een Nederlandstalig. Dus dat... Dus Inge gaat Nederlandstalig? Ja, Inge gaat een keer Nederlands. Nou, ik heb wel eens vaker Nederlandstalig gezongen natuurlijk. Maar ja. Met de Kids voor Kika. En dat was natuurlijk heel leuk met al die meiden. En daar zijn we dus een half jaar lang mee op pad gegaan overal. En dat was super. En jij en ik is een ballad. Heb ik ook nog na Kids voor Kika gedaan, zeg maar. En daarna weer Engelstalig. En nu weer Nederlands, dus... Maar ja, je weet het, ik zing ook Spaans en Duits. Dus Duits, dat ken je ook, hè? Ja, zeker. Zeer goed. Zeer goed. Zeer goed, ja. Ja, zeer goed. Die nazen. Maar, sorry. Ik ben even van mijn apropos mensen. Je hebt dus veel boekingen op dit moment staan in het buitenland. Ja. Wauw. Dus jouw vakantie is al... Mijn vakantie is gewoon in het buitenland. Mooi. Goed zo. Ik zou zeggen, applaus. Inch met het nummer Liberty. Let me be.
maar eens eens. Dankjewel. Veel plezier in het buitenland. Dankjewel, Geert. Ja, we zijn er weer doorheen. Ik moet nog wel eens tegen jullie vertellen. Wij zoeken nog steeds vrijwilligers. Dus wil jij nu bijvoorbeeld cameraman of cameravrouw worden? Of lijkt je leuk om editor te worden? Of heb jij nou journalistieke kwaliteiten? Stuur even een mailtje of kijk even op de website www.omroepdommeland.nl. Over 2 weken ben ik weer. Bedankt voor het kijken. Dag.